gistermorgen waren we allebei om 5 uur wakker. Ja. En zij zegt tegen mij van, het haalt mij allemaal door de hoofd alles. Ik zeg, nou, bij mij ook. Bertha Westerhof heeft al heel wat nachten slapeloos en huilend doorgebracht vanwege zorgen om de kinderen. 2 van de 3 zitten in de bijstand en zijn meerdere keren gekort op hun uitkering door de gemeente Midden-Drenthe. Ja, we hebben een zoon en een dochter. En die zitten al een poosje in de bijstand. En iedere keer worden ze maar gekort, dan 50%, dan 25%, dan 100%. Nou, dan de laatste keer zelfs 4,5 maand achter elkaar. En dan komen ze bij de ouders terecht, want ze kunnen geen huur meer betalen. Ze kunnen geen ziekenfonds meer betalen. Ze hebben geen geld meer voor eten en drinken. En dan als ouders laat je ze niet steken. Zoon Mark heeft ADD, waardoor hij afwijkend gedrag vertoont als hij onder druk wordt gezet. Dan wordt hij heel druk in zijn hoofd. En dan wordt zijn gedraging anders. En dan kan hij niet meer aan. En dan blijft hij thuis. En dan zeggen ze dat hij onhandelbaar is. En dat hij niet luistert. En dat hij liegt en bedriegt. En de regels niet nakomt. Zeker. Hmm. Maar ze moeten eens naar de oorzaak kijken. En ze moeten daar eens meer mee doen. Dochter Willy is gepest op school en op haar 16e seksueel misbruikt. Ze heeft daar in het dagelijks leven veel last van. Pas als vader Wim meegaat op het gesprek naar de gemeente wordt haar uitkering hervat en krijgt ze gesprekken met maatschappelijk werk. Het raakt de ouders erg hoe de gemeente naar hun kinderen kijkt. Het zijn echt geen schoffies of weet ik wat, maar ze worden ze soms wel neergezet door hun. En dat vind ik schrijnend, dat vind ik schrikbarend. Wij zijn zelf heel goed oppassende ouders en we hebben ze altijd goed opgevoed en niks geen. Ja. Yeah.